Net één in mijn mond, het lijkt een beetje op slepsels. Okay. Heel goede smaak in, want het is lekker, lekker snoepje. Ja, is lekker. Ja, fris. Ja, een beetje fris en een beetje citroenachtig. Het is een lekker snoepje. Ja. Hij lijkt wel een beetje op die ene, die andere zeg maar. Die andere van die gele balletjes. Het van snoepje is wel lekker, maar een beetje zoet vind ik hem. Een beetje te zoet. Ja, op zich wel lekker. Ja, lekker. Ik vind het heel kruidig. Ja. Ik vind het lekker fris. Hij is wel lekker. Ja. Hij is fris. Ja. De combinatie van soort mintachtig proef ik en citroen. Die vind ik lekker. Lekker. Ik koop zelf ook altijd Ricola, maar niet deze. En ik vind deze heel erg lekker. Ja. Lekker. Ja, is echt lekker. Lekker fris. Het snoepje is heel erg lekker. Ja, snoepje vind ik heerlijk. Ik wil er nog wel zes. En ik vind het een heerlijk snoepje. Het is eigenlijk een snoepje wat ik nog nooit geproefd heb, maar het smaakt prima. Ja, lekker snoepje wel. Goed voor de keel. Dan heb ik geen last van mijn keel, maar... Snoepje is prima. Het smaakt naar citroenmelis. Ja, smaakt wel. Ja, lekker fris. Effectief. Het helpt goed tegen verkoudheid. En het is natuurlijk ook lekker. Ja, ik vind het ook wel lekker snoepje. Ja. Ik ken de snoepjes eigenlijk al, omdat mijn oma vroeger ze altijd meenam als ze bij ons op bezoek kwam. Dan trok ze haar tas open en dan kwamen die snoepjes eruit. Dus het is ouderwets genieten. Mag ik nog een snoepje? Twee. Het doet me aan een keelsnoepje denken. Dat is zilver. Het zijn keelsnoepjes. Oh. Dat het gratis uitgedeeld wordt, bedoel je? Ja, dat is altijd lekker. Van de actie. Ja, leuk toch? Leuk meegenomen. Ja. Lekker, Ricola. Ja, heel erg ludiek met die ballonnetjes. Dat ziet er leuk uit. Ja, volgens mij is hij wel leuk. Ja hoor. Ja, ik vind het wel leuk als je zo heel lang op de trein zit te wachten. Kan je even lekker een snoepje eten. Dus, geweldige actie. Ja. Ja, als jullie het merk onder de aan willen brengen, dan werkt het wel zo. Ricola, dat vind ik hartstikke leuk. En vooral omdat wij hier nu zo zitten, vind ik dat helemaal een hele goede actie. Een beetje verwennerij. Ja, ik sluit me helemaal bij haar aan, zoals altijd. Ja, perfect. Ja. Nou, gratis snoepjes. Ik vind het fantastisch. Ja, ik vind Ricola sowieso heerlijk, dus ja. Ja, dat... Ik vind het een beetje standaard, zeg maar. Iedereen doet het zo en het werkt bij mij niet. Het is leuk dat je het gratis krijgt, net als een Hollander, maar verder heeft het niet echt, ja. Hartstikke leuk. Ja, het is aan het eind van de dag altijd wel een welkom om zoiets te krijgen. Ja. Leuk! Leuke actie, ja. Gewoon dat je het gratis uitdeelt.
zodat iedereen een beetje leert kennen. Vind ik leuk. Nou, dat is leuk. Vooral omdat we hier gestopt zijn op het station. We kunnen niet meer verder. Dus dan is het leuk als we een snoepje aangeboden krijgen. De actie vind ik prima. Grappig. Ludiek wel, ja. Het maakt wel indruk. Het is wat anders dan gewoon iets simpels of een reclame. Het maakt wel indruk. En geweest is het een... ik heb hem nog nooit... zit het in zakjes of zit het in rolletjes? Ja, en waar kan je dat kopen? Bij de drogist? Bij de kruidvat. Ja, en wat nog meer? De ACO. ACO? Oh, daar. Dat, oh ja. De actie, dat lijkt me prima. Ik vind het niet erg als je er toch moet wachten voor de trein. Ik vind het wel een leuke actie. Ja. Gewoon spontaan, gewoon, je loopt even rond en je krijgt een lekker snoepje. Zeer klantvriendelijk. En vooral op het moment dat de NS de problemen zit, dan is het fijn als je wat in je handen krijgt. Nou, ik vind het een hartstikke leuke actie. Ik ben altijd dol op acties, vooral als er dingen gratis uitgedeeld worden natuurlijk. Ja, op zich wel een goede actie. Vindt u er goed aan? Ja, zo op station reclame maken voor iedereen. Iedereen kan het zien. Dat is slim over nagedacht. Ja.